oorlog en vrede. Met zin of reden. Laf of moed. Slecht of goed. Is het moeilijk te kiezen wat je allemaal kunt verliezen? Hoe denk je dat anderen zich voelen? Soms zou je willen dat je de tijd terug kon spoelen. Oorlog is slecht. Vrede is goed. Denk aan de mensen waar je tegen vecht. Geweld en bloed. We zijn in Schaik met Jan de Leur. Vertel eens, Jan, waarom is een oorlogsmonument een vredesmonument geworden? Ja, op zich heel mooi, natuurlijk. Dan moet ik even teruggaan naar 2003. Toen is de Stichting Viervrijheid Schaik opgericht. En toen, dat was een initiatief van Wim Boeien en Henk Pennings. En toen was het idee om een oorlogsmonument op te richten. En dat was een mooi ontwerp is daarvan gekomen. Dat ontwerp was van de hand van Frans van der Linden, een architect. En dat monument is gestalte gegeven, een aantal hoge stenen, een soort zuilen. En dat was wel een heel knap ontwerp. In dat ontwerp stond centraal een propeller van een bomwerper die neergeschoten is. En op 4 mei om 6 uur 's avonds viel dan dus het zonlicht zo door dat monument dat die propeller aangelicht werd. Maar dat ontwerp is niet doorgegaan omdat de toenmalige pastoor het bouwwerk te hoog vond. En toen is dat ook gestopt. En toen is er een ander bestuur gekomen. Toen heeft Piet Manders het stokje overgenomen van Henk Pennings. En toen is het initiatief genomen om een vredesmonument te gaan maken. Dus toen is het idee van het oorlogsmonument veranderd in een vredesmonument. Omdat een vredesmonument in deze tijd, daarbij kan je ook herdenken. Maar is natuurlijk ook een goede plek om samen te komen als er andere dingen te vieren zijn of als je samen wil zijn voor een bepaalde gebeurtenis. En de plaats, moest het per se op die plaats? Dat plein daar bij de kerk is in het begin van deze eeuw vrijgekomen als plein. Daarvoor was het pastorietuin en het was natuurlijk ook een parkeerplaats voor de kerk. Maar het was ook een mooie plek omdat het mooi centraal gelegen is. En daarom is er voor die plek gekozen. En wie heeft het ontworpen? Dit ontwerp is van Theo Koenen. Dat is een beeldend kunstenaar uit Eindhoven. Die heeft het niet alleen ontworpen, maar die heeft het ook gemaakt. Dus hij heeft dat zelf. En daar moet ik echt ook zeggen dat Piet Manders daar een enorme rol in gespeeld heeft. En die heeft dat allemaal uitgezocht en heeft toen die Theo Koenen bereid gevonden om dit te maken. En wat stelt het beeld voor? De kern van het beeld is een groot plateau, een groot rond plateau. En daarop staan 3 V's. En die V's staan voor vrede, vrijheid en verantwoordelijkheid. En dat zijn ook de kenmerken van het vredesmonument. En die teksten daarvan staan ook op dat plateau aan de buitenkant te lezen. Vrede, dat staat voor vrede is meer dan geen oorlog. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. En verantwoordelijkheid moet je nemen. Dus dat is eigenlijk in kort bestek waar dit monument voor staat en wat we willen gedenken. U had al verteld wanneer het onthuld was en wanneer was het precies onthuld? Het is, we zijn begonnen met de nieuwe stichting of met het nieuwe bestuur in 2006. En toen zijn we natuurlijk een beetje gaan kijken wat kunnen we doen. En toen is het onthuld op 21 september 2008. Dat is de internationale dag van de vrede. Dus toen is dat monument op die sokkel geplaatst. En in de sokkel van het monument zit een cilinder. En in die cilinder zitten dus kindertekeningen en gedachten van kinderen en gedichten en verhaaltjes. En de bedoeling is dat die cilinder 50 jaar na de oprichting van het monument eruit gehaald wordt. Dus dat wordt in 2058. Mooi verhaal.
Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd in Schaik in de oorlog? Er zijn vliegtuigen neergestort in de regio. Er is ook, maar dat was al begin 1945, dus toen was Zuid-Nederland al bevrijd, is er een van de eerste straaljagers neergestort in de gemeente Schaik. En verder waren er een groot aantal onderduikers in Schaik. En met name de familie Manders en ook de familie Welbers, dat waren mensen die dus daar in het voortouw namen om onderduikers aan een plekje te helpen. En er waren natuurlijk ook andere families, onder andere ook de familie van Arts heette die. Die hadden ook onderduikers in huis, soms zelfs wel drie tegelijk. Dus er was veel activiteit op dat gebied. En daarbij speelde ook een grote rol de molen op de Kleingaalsweg, als ik het goed heb. En die molenaar die zette zijn molen in een bepaalde stand als er Duitse soldaten in het dorp waren. Dan zag iedereen, pas op. En als er geen Duitsers in het dorp waren, stond die molen anders. En dan wist iedereen dat die redelijk vrij was. Wie heeft het monument bekostigd? Dat was natuurlijk ook een ding, want het is een vrij fors geheel geworden. Een deel van het plateau, of het plateau helemaal, dat is door de gemeente bekostigd. En de sokkel is bekostigd door de kerk. Verder zijn er heel veel vrijwilligers, met name metselaars en zo, die aan meegewerkt hebben. En de gemeentenaren, de inwoners van Schaik, hebben dus ook een grote financiële bijdrage geleverd. En het ijzerwerk is geleverd door de firma van Henk Zwanenberg. Dus op die manier zijn we aan de spullen gekomen. En ik weet ook wel dat de ontwerper en de maker, Theo Komen, die heeft dus ook eigenlijk voor een hele schappelijke prijs dit gedaan. Ja. Zijn er ook nog speciale verhalen over slachtoffers uit Schaik? Ja, natuurlijk, er kwam natuurlijk op een gegeven moment echtgenote van een Joodse arts uit Os is met haar zoontje naar Schaik gekomen. Door bemiddeling, dat is geregeld toen door de toenmalige burgemeester van Os, die heeft die mensen daar geplaatst. En die mensen kwamen ondergedoken te zitten bij een boswachter in het buitengebied. Later zijn die mensen naar een andere plek gegaan. Dat toenmalige kind, die man is nu een eentje in de 80, die woont in Londen. Daar hebben we ook nog wel een paar keer contact mee gehad. Is er op 4 mei ook een herdenking bij het monument? Ja, elk jaar is er een dodenherdenking. Die werd totdat de gemeente Maashorst gevormd is, werd dat afwisselend gedaan in Zeeland en Schaik. En dan was dat dus de dodenherdenking voor de gemeente Landert. Nu is de dodenherdenking als onderdeel voor de dodenherdenking in de hele gemeente Maashorst. Die dodenherdenking doen wij samen met de scouting, met de fanfare, met de KBO en de heemkundekring. En daar wordt muziek gemaakt, er zijn toespraken, er is een inleiding, er is een overweging. En natuurlijk een vlagceremonieel. Zijn er ook speciale genodigden op 4 mei? Ja, we hebben altijd een gastspreker. Dus dat is meestal iemand van niet uit de lokale bevolking. Verder worden uitgenodigd natuurlijk een delegatie van de gemeente, dus of een burgemeester of de wethouder. De voormalige bestuursleden van de stichting worden gevraagd. En ook de kinderen van de basisscholen worden uitgenodigd. Die spelen ook een belangrijke rol, omdat onze stichting geeft ook gastlessen op de school om te vertellen over de oorlog, wat het betekend heeft, hoe dat geweest is. En in dat kader was ook wel heel bijzonder de viering van 75 jaar bevrijding. Toen hebben we een groot ontbijt geregeld, waarbij dus kinderen van groep 7 en 8 spraken met oudere mensen die ten tijde van de oorlog op hun leeftijd waren. Het was erg goede bijeenkomst. En dat zijn dus een beetje de mensen die gevraagd worden dan. En alle
dorpsbewoners zijn natuurlijk van harte uitgenodigd. Mooi initiatief. Wie onderhoudt het monument? Dat doen wij zelf. En de vlaggenmasten, dat doet de gemeente, want die masten zijn ook van de gemeente en daar kunnen wij ook niet bij. Dus wij proberen dat wel bij te houden en de gemeente draagt ook het steentje bij om inderdaad te zorgen dat dat allemaal onkruidvrij is. Want het is wel een heel gedoe om dat te doen. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.